Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Cry ziet een Ajax dat niet meer hetzelfde is dit seizoen markeert een radicale metamorfose. Waar vorig jaar de verdediging nog zwak en kwetsbaar was, heeft Farioli een bijna ondoordringbare vesting neergezet. Het is een gedaanteverwisseling die voortkomt uit een meesterlijke toepassing van hoge druk, een strategie die de spelers compact en perfect afgestemd op elkaar houdt. Voor tegenstanders betekent dit één ding, doorheen breken is bijna onmogelijk geworden. Elk detail lijkt tot in de puntjes berekend, van de afstanden tussen verdedigers tot de spits, wat leidt tot een ijzersterke defensieve structuur die over het hele veld zichtbaar is. Niet alleen straalt Ajax nu een rotsvaste verdediging uit, maar de ploeg exceleert ook in bliksemsnelle, naadloze transities een kwaliteit die het team naar een hoger niveau tilt. Aanvankelijk was Krij kritisch op Farioli's speelstijl, maar hij moest zijn mening herzien na het verrassende tactische meesterwerk dat de trainer tegen PSV liet zien. De verandering is onmiskenbaar: Ajax is nu zowel defensief betrouwbaar als offensief vindingrijk. In tijd heeft Farioli de spelstijl van Ajax omgegooid en een gedurfd systeem ingevoerd dat defensieve discipline koppelt aan een krachtige aanvalsdynamiek. Kraai noemt het niet voor niets sexy voetbal, een stijl die elke toeschouwer meesleept en een constante spanning met zich meebrengt. Maar Farioli's vernieuwingen beperken zich niet alleen tot het veld. Hij heeft ook een gedurfde aanpak ontwikkeld voor het managen van de fysieke belasting van zijn spelers. Met seizoenen waarin teams soms wel 70 wedstrijden spelen... Kampen topsporters met zware fysieke en mentale druk. Farioli doorbreekt deze conventies en stelt dat zijn focus niet ligt op elf basisspelers, maar op een robuuste groep van twintig. Hij verdeelt de speeltijd strategisch, waardoor zijn beste krachten niet 40 keer, maar slechts zo'n 25 keer aan de aftrap verschijnen. Dit beheer van speeltijd zou wel eens een revolutionaire aanpak in blessurepreventie kunnen zijn. Kraai ziet in deze visie van Farioli een mogelijk voorspellende blik op de toekomst van het voetbal. Onder Farioli's leiderschap hervindt Ajax zichzelf niet alleen op het veld, maar stelt het ook nieuwe standaarden in het Europese voetbal. Zijn unieke aanpak zou zomaar het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk waarin prestaties hand in hand gaan met blessurepreventie. Dit Ajax, een team dat tactische intelligentie naadloos combineert met fysieke veerkracht, dient als een inspirerend model voor hoe moderne ploegen zich kunnen aanpassen aan de groeiende eisen van het topvoetbal. Maar voordat we verder gaan. Vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. In de schaduwen van de Johan Cruijff Arena broeit er iets groots: Ajax, de historische gigant van het Nederlandse voetbal, heeft zijn ogen gericht op een nieuwe verdedigende versterking. Mees Hilgers. De robuuste centrumverdediger van FC Twente staat hoog op de verlanglijst van de Amsterdammers die na recente Europese teleurstellingen hun defensie willen verstevigen. Hilgers, geboren en getogen in Nederland maar internationaal uitkomend voor Indonesië, heeft sinds zijn debuut bij Twente indruk gemaakt met zijn solide speelstijl en tactisch inzicht. Ondanks een moeilijke periode met blessures en een verlies van zijn basisplaats, heeft de jonge verdediger zich herpakt. Zijn recente prestaties in de UEFA Europa League waar hij speelde tegen topteams als Manchester United en Fenerbahce hebben bewezen dat hij klaar is voor het grote werk. De interesse van Ajax komt op een kritiek moment in Hilgers carrière. Na een recente contractverlenging bij Twente tot medio 2026 leek zijn toekomst daar zeker. Echter, de aantrekkingskracht van Ajax met haar rijke historie en constante aanwezigheid op het Europese toneel kan een keerpunt zijn voor de jonge verdediger. Het is een kans om zichzelf verder te ontwikkelen onder de vleugels van enkele van de beste trainers in het voetbal. De overstap zou niet alleen een stap omhoog betekenen voor Hilgers, maar ook voor Ajax. Met zijn unieke achtergrond en de recente switch naar het Indonesische nationale team voegt Hilgers een interessant internationaal element toe aan de selectie. Dit kan van grote waarde zijn voor Ajax ambities, zowel op het veld als in de groeiende Aziatische markt. De specifieke kwaliteiten van Mees Hilgers hebben niet alleen de aandacht getrokken van Ajax-fans, maar ook van de kritische ogen van Francesco Farioli, de ambitieuze hoofdtrainer van Ajax. Farioli, bekend om zijn tactische scherpzinnigheid en vermogen om jong talent te ontwikkelen, ziet in Hilgers de perfecte aanvulling op zijn defensieve strategieën. De trainer prijst vooral Hilgers' fysieke aanwezigheid en luchtvaardigheid, essentiële kwaliteiten voor het soort pressing voetbal dat Ajax nastreeft. Bovendien staat Hilgers bekend om zijn uitstekende spelopbouw vanuit de achterhoede, een vaardigheid die naadloos aansluit bij de voetbalfilosofie van Ajax, waar het spel vaak van achteruit wordt opgebouwd. Zijn vermogen om onder druk kalm te blijven en nauwkeurige passes te leveren, maakt hem een waardevolle schakel in de transitie van verdediging naar aanval. Farioli gelooft dat Hilgers stijl en mentaliteit perfect passen binnen het dynamische en jonge team van Ajax. Verder wordt Hilgers aanpassingsvermogen als een van zijn grootste troeven gezien. Zijn ervaringen in zowel de eredivisie als internationale competities hebben hem gehard en voorbereid op de uitdagingen van het hogere niveau. Farioli is ervan overtuigd dat Hilgers snel zal integreren binnen het team en een sleutelrol zal spelen in de aspiraties van de club, zowel nationaal als internationaal. De keuze voor Hilgers is duidelijk een strategische zet van Farioli die steeds zoekt naar spelers die zowel de huidige ploeg kunnen versterken als potentiële toekomstige leiders zijn. Met Hilgers in de gelederen hoopt Farioli niet alleen de defensie te verstevigen, maar ook een speler binnen te halen die kan uitgroeien tot een icoon voor de fans en een voorbeeld voor opkomende jeugdspelers bij Ajax. Terwijl de onderhandelingen nog in de beginfase zijn, houdt heel voetbalminnend Nederland de adem in. Zal Ajax erin slagen om deze veelbelovende verdediger aan te trekken? De tijd zal leren of Mees Hilgers de volgende ster zal zijn geschitterd in het rood en wit van Ajax. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.